Er is een dorp in Nederland, misschien dat je het kent. Daar gaat het leven anders dan je bent gewend. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Vol van avonturen en van spanning en plezier. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Zelfs als je alleen bent, heb je toch plezier of hier. Heeft u misschien een plattegrond van het Belderse bos? Ja, ik denk in de archieven. Kunt u die voor mij opzoeken? Natuurlijk. Ik ga meteen aan de slag, oom. Ik bedoel aan de slag. Dank u wel, dan kom ik nu naar het politiebureau. Prima. Tot zo. Ik neem het afgelegen weggetje daar naartoe. Misschien kom ik Sinterklaas daar wel tegen. Ha, ja. Ga onmiddellijk taart halen. Meneer, kunnen we dat zelf niet even doen? Nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik moet in het archief de plattegrond van het Belders bos zien te vinden. Ik kan het woord taart niet meer horen van die slagroomsadist. Taart, 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 taart! Slagroom, slagroom, slagroom! Mislukte slagroom, toef! Puddingbroodje! Taart, junkie! De schimmelde slagroomtaart. Stinkvlaai! Slagroomsukkel! O ja, om Davy! Vlaaflip! Zo'n scheldwoord heb ik nog nooit gehoord. Dat komt omdat je ook een Davy Vlaaflip bent, oude taart! Zure druif. Rotte kerst. Jij wou zeker weer mijn tuin in, hè? Doorlopen, wegwezen. Ik was helemaal niet van plan om de tuin in te gaan. Oh nee? Nee. Oh, dat is maar goed ook. Want ik zit echt niet op bezoek te wachten, hè? Ja, ja. Driewerf. Sinterklaas verdwenen. Hoe kan dat nou? Ik denk dat hij verdwaald is geraakt in het Belderse bos. Dan moeten we hem gaan zoeken. Heeft u die plattegrond? Ja, heb ik. Kijk eens. Maar denk je dat u hem daarmee kunt opsporen? Ik ga mijn best doen, commissaris. Oké, Jalger. Sinterklaas verdwenen. Ik kwam die goochelaar tegen onderweg. Wat kwam hij doen? Sinterklaas is verdwenen. Spoorloos. Aha! Dat is een klus voor Herman. Ondergetekende. Ik zal hem vinden, commissaris. Doei best, Herman. Sinterklaas? Sinterklaas? Sinterklaas! Sinterklaas? Thank you.
Dit is de eendenvijver. Daar ben ik geweest. Toen ben ik van de eendenvijver via de boerderij naar de zandvlakte gegaan. Die heb ik ook doorzocht. Toen van de zandvlakte naar de dennenbos. Daar ben ik doorheen gelopen. Toen kwam ik bij dit pad uit. Toen ben ik via deze omweg hier naartoe gegaan. En toen kwam ik weer terug bij de eendenvijver. Ik snap er niks van. Ik heb heel het bos doorzocht. En nergens Sinterklaas te vinden. Wat is dat? Laten we daar eens een kijkje nemen. Wie bent u? Dat is niet belangrijk. Het gaat erom wie jij bent. Wat je gaat doen. Waar ben ik? Hoe kom ik hier? Ja, je bent door de sprookjestunnel gekropen. En aan de andere kant van het Belderse bos hier terechtgekomen. In dit gedeelte van het bos overheerst magie. Ik ken het hier helemaal niet. Er zijn maar weinig mensen die het hier kennen. Je komt hier alleen maar met een doel, met een reden, met een missie. Maar ik heb helemaal geen missie. Oh ja, zeker wel. Wat dan? Om dat te begrijpen, moet je weten wat er gisteren is gebeurd. Kom mee. Kijk, weet je wat dit is? Ja, zeker. Een rode toverbol. Juist. En deze geeft antwoord op al je vragen. Ga zitten en kijk erin en dan zie je wat er gisteren is gebeurd. Hallo? 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 Is daar iemand? Ah! Wat ben ik blij u hier aan te treffen, zeg. Ik loop hier al uren. U bent het. Ach, Sinterklaas. U bent het echt. De man met de gouden staf. Ja, zo is de legende. Ik begrijp niet helemaal wat u bedoelt. Wie bent u? Het gaat erom wie u bent.
en wat u hier komt doen. Ik kan u niet helemaal volgen. Dat hoeft ook niet. Wij moeten u volgen. Zo is de legende. Legende? Wacht hier, dan leg ik het u zo uit. Wat is me dat nou toch weer voor een vreemde snuiter? Is daar iemand? Hallo? Wie is daar? Hallo? Is daar iemand?